Je wou me spreken? Ja, Helma, ga zitten, ga zitten. Hoe is het? Prima. Ja? Ja. Mooi, fijn. Thuis ook alles? Ja. Goede vakantie gehad ook? Ja. Ja, nee, fijn. Prima, allemaal. En hoe zit je in je werkvel, om het zo maar eens te zeggen? Goed. Ook goed. Ja. Mooi. Oké, want wat ik merk is een andere Helma als een paar jaar geleden in die zin. Ik merk minder energie, in de pauzes ben je vaak afwezig, je bent prikkelbaar soms. Ja. Vroeger kon je echt wel veel hebben en tegenwoordig is het allemaal heel moeilijk, dus dat vind ik jammer. En we hebben allemaal wel eens een off day, hè? Dat is logisch, dat hoort erbij. Maar ik vind meer een off periode en dat vind ik jammer. Ik wil eigenlijk gewoon de oude Helma weer terug. Dat je gewoon lekker in het team erbij bent in de pauze. Dus weer een beetje aan de voorgrond. En ik bedoel, als er verder niks speelt, dan even je schouders eronder. Dat zou ik graag willen. Is dat goed? Ja, nee, prima. Ja? En als er iets is, je weet, mijn deur staat altijd open. Maar ja, je geeft aan dat eigenlijk alles loopt. Ja, doen we het gewoon zo. En als er iets is, dan hoor ik het graag. Ja? Oké. Hey, dank voor je tijd. En... goeie werkdag. Wat een hork. Denkt hij nou echt dat ik in zo'n gesprek over mezelf ga beginnen? Nou, echt niet. Nou, het is goed dat we het even besproken hebben. Ze moet gewoon even weer de oude zelf vinden. Dan is er helemaal niks aan de hand. Maar ze moet wel gewoon, hop, schouders eronder.